Dag kijkers, ik ben Mirjam Maus. Ik heb het boek Boys 7 geschreven en daar is een theatervoorstelling van gemaakt. Ik ben vandaag hier in de Flint in Amersfoort en ik heb net de première gezien en hij was fantastisch. Het is een voorstelling net zo spannend als het boek, misschien nog wel spannender, met geweldige muziek, fantastische acteurs. Het gaat over een jongen, zijn geheugen is verdwenen, hij wordt wakker op een grasvlakte, hij heeft geen idee waar hij is, waar hij vandaan komt, wat er is gebeurd. En met behulp van de spullen die in zijn rugzak zitten, gaat hij op onderzoek uit. En zo komt hij stapje voor stapje achter de verschrikkelijke waarheid. Waarom moet je naar Boys 7 komen kijken? Het is een voorstelling gebaseerd op het jeugdboek Boys 7. Maar het is voor de hele familie is het interessant, omdat het is zo, het is spannend, het heeft allerlei technologie heeft het in zich en het laat ook zien hoe eng dat eigenlijk ook kan zijn. Je gaat mee in het hoofd van Boy 7, je gaat helemaal mee, je weet net zo weinig als hij weet net zo weinig als jullie. En voor de jeugd is het vooral interessant ook omdat het eigenlijk ineens geen poespas is. Er wordt gewoon echt laten zien wat de jeugd van nu interessant vindt. En dat lijkt me volgens mij ontzettend belangrijk en interessant. Laten we zien hier bij Boys 7. Kom kijken.